Deze uitzending gaat niet over nieuws. Hij staat ook niet in de categorie van de playlist nieuws. Hij komt in de categorie, de playlist, humor. En dat natuurlijk vanuit een diep perspectief. Want ik doe dit allemaal niet voor mijn lol of zo. En vooral humor niet. Want wie snapt er tegenwoordig nog wat humor is? Ik vind weinig mensen humoristisch. Laat staan dat ze humoristisch zijn. En wat is humor? Mijn rots in de branding. Van de zee der humor is Joodse humor. De definitie dan, hè? En in het kader van Joodse humor heb ik twee droevige verhalen. Ja, maar Perry, hoe kan dat nou? Je hebt het over humor en nu ga je het hebben over droevige verhalen. Ja. Dat is het ook helemaal. Ja, het was even toneelspelen. Een Joodse humor, wat is dat? Nou, Joodse humor is dat je toch lacht. Dan kan je gaan fantaseren dat is de Joodse mensen die afgevoerd zijn naar Auschwitz, dat van alle mensen die afgevoerd waren naar Auschwitz, dat die Joodse mensen er nog de humor van inzagen. Ik heb helaas geen Auschwitz-moppen, we hebben het vandaag over kippenmoppen. Maar droevig, jongen. Oh, wat erg. Om er gelijk met de deur in huis te vallen. Er was een man en die woonde in Barneveld. En die had een hele grote boerderij met allemaal kippen. Niet 10 kippen, niet 100 kippen, nee, 100 kippen. En dat is leuk voor de eieren. Maar ja, je moet er wel rekening mee houden, dat is een vrouwtjeskip. En daar begint de droevenis. Die houdt er op een dag mee op. Dan kan je hem nog verkopen aan de kippensoepindustrie. Van hier heb jij een kip, die heeft zijn hele leven lekker gepikt. Pik, doet een kip. Daarom heet de kippen in Groningen ook pikken of pieken. Veel betere naam dan kip. Maar dan heb je geen eieren meer. En een haan, ja, het punt met haantjes is dat, daar wil je er niet al te veel van hebben. Hè? Want dan krijg je hanengevechten en zo. Dus, die ene haan die had, die had zichzelf, moet je zeggen, ja, doodgeneukt. Het schijnt dat het ook voor kippen dus geldt, dat je niet al te veel moet neuken, want dat kost je de kop. Hè? Nou, die van hem was dood. Dus hij zag dus de toekomst somber in. Daar begint de droevenis, hè? En hij zat met zijn handen in zijn haren. En die hele grote, ja, zo'n kippenstal. Al die vrouwtjes, tik, 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 tik. En hij denkt, oh, hoe moet dat gaan? Er komen nu nog wel eieren uit, maar zo dadelijk gaat Mira 44, die gaat eraan. Daarna Katrina 13. En met mijn eieren opbrengst zie ik dat langzaam contra-exponentieel of wiskunde of zo. Daar zijn Joden ook heel goed in, hoor, trouwens. Maar hij zag de curve al voor zich. Dus hij naar de kippenmarkt. Ja, dan kon hij kippen kopen, maar die had hij niet nodig. Hij moest een haan hebben. Ja, en hij dacht misschien wel 3. Want die vorige haan van mij, die heeft het echt begafferd. En dan maar 3 hanen. Dan moet ik die hanen gescheiden houden, want anders gaan die hanen vechten. Maar hij had zoveel geld. Puzzel, puzzel, puzzel. Nou, dan gewoon met de normale hanenverkoopstandjes van die marktkraampjes. Hè. Ah, dat was een gemiddelde haan, dat was iets van 20. Na de valuta van die tijd dan. Hè. Dat waren, ik weet niet wat het was. Barneveldse dukaten of zo. Hij zo van, ja, maar dat is dan 3 kippen.
Of 3 hanen, sorry. Dat is dan 20 per haan. Dan ben ik 60 kwijt. Kreun, hè. Droevenis, want zijn eierboer, ja, daar groeit het geld ook niet op zijn rug, hè. Wat denk je dat een ei oplevert? Kijk, jou kost een ei 25 eurocent tegenwoordig. Maar wat denk je dat die boer in Barneveld... Want die bestaan echt, hè. Momenteel in Barneveld laten ze eieren produceren door al die vrolijke... Kokkel de kok. Kakel de kakel. Centenwerk. En hij loopt een beetje door. Komt hij bij een stand? Een marktkraam? En die man heeft maar 1 haan. En die kost 600. Hij zegt tegen die man van... Het is wel geinig dat je dit doet. Maar 1 haan voor 600? Ja, zegt die man. Maar dit is niet de eerste beste haan, hè. Deze haan, die gaat jaren mee. En hoeveel kippen heb je? 100? Nee, zei die klant. Waarom hier? Maar zei die verkoper van die hanen, tegen de 1000 of zo. Nou, zei die man, ongeveer. Ja, zoiets. Nou, zei die verkoper. Geen probleem. Echt niet. Dus 1 haan? Geen hanengevechten? Die laat je los in je stal. Die kan neuken. Hij is een uitstekende gezondheid. Dit is een... Hoe heet hij ook alweer? Zo'n Spaanse of Italiaanse versierder. Hij spuit kippen vol terwijl hij ademhaalt. Dat vindt hij gewoon lekker. Dus dat is 1 keer 600, jongen. En dan heb je jarenlang plezier van. Nou, die man zou rekenen van... Ja, wacht eventjes hoor. Maar als ze dan zo lang meegaan... En die man... Oké, ik probeer het uit. Doe mij die haan maar. Dus hij betaalt zich blauw voor die ene haan. En hij neemt de beest mee naar huis. En laat hem los in de kippenstal. Nou, de veren van die vrouwtjeskippen... Die dwarrelde bijna door de klapraampjes naar buiten. En een gekakel, jongen. En al die kippenvrouwtjes stonden in de rij van... Ik wil ook, ik wil ook, ik wil ook. En die haan dacht, ja meisje, rustig, rustig, ik kom eraan, hè. En die boer, die kijkt zo vanuit zijn keukenraam... En die ziet al die veren naar buiten dwarrelen. En die denkt, oh mijn god, wat gebeurt er allemaal, hè? Komt die haan naar buiten wandelen... En die gaat voor dood liggen. Op zijn rug. In het gras. En die boer die denkt van... Wat krijgen we nou? Ik heb 600 voor jou betaald. En je gaat voor dood liggen. En hij keek naar boven. En dat was een hele grote brede vogel. Dat heet een gier. En die eten vooral dode... Dode dingen. En er was een gier al aan het cirkelen. Ik denk, oh, ik heb ook altijd pech, hè. Dus hij loopt heel bezorgd naar buiten om te kijken hoe het met die superhaan gaat, hè. En hij kijkt die superhaan in de ogen en hij wil hem in zijn armen nemen. En die superhaan die lacht een beetje naar hem en die zegt, shh. Met zo'n vleugeltje voor zijn snavel. Hè? Net als ik nu met mijn vinger. En die superhaan die wijst omhoog. En hij zegt tegen die boer. Van, zo dadelijk komt die omlaag. Want ik heb nog wel zin. Dat zou toch leuk zijn. Hè? Dat andere verhaal is erger trouwens. Maar het kan nog veel erger namelijk. Echt heel droevig. Ik rijd dus met mijn auto, ik moest vanuit Amsterdam, denk ik, of Almere. Dan rij je over de A1 en dan krijg je de A30 richting Ede. En dan kom je langs Barneveld. En ik reed toen in een echt hele mooie auto en je mocht daar in die tijd 80. Maar ja,
daar hingen geen beveiligingscamera's of van die flitsapparaten. Dus ik stap behoorlijk... je wilt toch eerder thuis zijn? Je al die, hebt voor zin om in een auto te zitten en een beetje... Tuf. En dan met je mobieltje bellen naar je vriendin van... Ja, ik kom wat later, want ik rij momenteel 60 km per uur. Want ik doe kalm aan. Niet lekker 130 km per uur, wat maakt het uit? De snelweg was leeg, dus... En trouwens, een snelweg is een snelweg, omdat je snel weg moet zijn. Het is leuk om erop te komen, op die snelweg, maar zo snel mogelijk weg. Dus ik lekker 130. Ik had een auto van het merk Opel. En dan niet een Ascona. Nee, ben jij gek. Iets wat nog iets lekkerder rijdt. Hè? Alhoewel Ascona's niet echt slecht zijn. Hoor. Maar het kan beter hoor, bij Opel. Het was een Senator, denk ik. En ik zo lekker op de rechte baan, het was echt helemaal leeg. En in mijn spiegel zag ik helemaal niks, vooruit was ook helemaal niks aan de hand. Lekker 130 tuffen, waar je 80 mag, waarom niet? Word ik aan de linkerkant, en dat was wel netjes natuurlijk, maar word ik ingehaald door een kip. Ik denk, wat krijgen we nou? En dat was nog voordat ik bij Barneveld Noord was. En die kip die haalt me in... Die gaat voor mij lopen op de rechterbaan. Van je moet altijd rechts houden. Dus kennelijk had hij daar ook enigszins verstand van. En hij gaat bij Barneveld Noord de afslag af. En ik denk, joh, hier moet ik meer van weten. Dat is een hardloopkip, zeg. Dus ik achter die kip aanrijden. En die kip wist de weg. En die ging erop. Die komt beneden bij die afslag. En dat is een provinciale weg dan. En die gaat rechtsaf. En ik ook rechtsaf. En die gaat weer linksaf. En die komt met zo'n hele grote kippenstal. En die duikt die stal in. En ik heb een auto geparkeerd op zo'n grindplaats. En dan knisper. En dan komt die kippenboer naar buiten. En die zegt, wat moet dat hier? Dit is privéterrein. Waar ben je van stomme Hollander? Maar ja, ik kom uit Amsterdam, hè. Vandaar ook mijn Joodse dingen. Zo. Nou, zei die man, ik was alleen maar nieuwsgierig naar die kip die me net heeft ingehaald. Oh, zei die boer. Dat is de kip met de drie poten. Nou, dat was mij nog niet opgevallen. Maar dat zou kunnen dat ik dat over het hoofd had gezien, hoor. Zo, drie poten? Ja, zei die. Die hebben wij genetisch gemodificeerd. De Europese Unie heeft dat helemaal betaald. Met zo'n genonderzoek en van alles. En dan hebben wij dus een kip. Een soort gemaakt met drie poten. Want ik ben een vleeskipproducent. Hè? Ja, trouwens, wie niet? Hè? Je gaat een kip toch niet begraven met een kruis erbovenop? Hè? Dat is allemaal voor de vleesindustrie. En als je dan drie pootjes per kip hebt, dan beur je meer. Zo? Zeg, maar hoe smaakt dat derde pootje dan? Want zo ben ik dan wel, hè? Dat ik dan denk, van ja, dan kan je wel genetisch modificeren met een kip met drie poten. Maar is dan die middelste poot, dat neem ik wel aan. Die gaat niet een kip maken met een derde poot bovenop zijn rug. Nee, die poot zit natuurlijk tussen die twee anderen in. Dus die middelste poot, is die dan wel lekker? Want je doet het voor de vleesindustrie, toch? En die boer zei heel droogjes tegen mij. Maar ja, dat weten we niet. We hebben er nooit één te pakken kunnen krijgen. Grappig, hè? Hé, hey, dank jullie wel. Ik ga even nadenken over mijn volgende mop. Punt.